Wij toeren met deze prachtige camper door heel Nederland. Hij heet Beppie, Beppie on Tour. Om hele mooie initiatieven tijdens de week van de eenzaamheid eigenlijk een beetje in de spotlight te zetten. Vandaag staan we in Haarlem bij het ontmoetingsfestival. Morgen gaan we naar Deventer, we gaan nog naar Lelystad. Gisteren zijn we bij Omroep Max gelanceerd, bij Tijd voor Max. En we toeren eigenlijk het hele land door om te laten zien wat voor mooie initiatieven er zijn. Die initiatieven zijn er eigenlijk het hele jaar door, maar deze week even in de spotlight. Ik zit hier samen als jeugdpastor van de Protestantse Gemeente Haarlem. Ga ik samen met Danielle van de Diaconie en Doc gaan we dus door Haarlem heen. Om leuk in allerlei wijken mensen te ontmoeten. En te horen wat er bij ze leeft en hoe het met ze gaat. Nou, als het sneeuwt, dan wordt er nog wel gekeken of het kan. Maar als het echt regent, dan wordt het wel lastig. Maar dan gaan ze ook wel, dat doen de anderen dan vooral ook wel. Danielle is ook veel dan aan de deur bij mensen langs gegaan. Aanbellen. En dan oploskoffie geven of een theezakje om zo toch even contact te maken. Kees ook, dat doen ze. Begin, hoe gaat dat nu? Beter. Ik heb nu, we doen clubjes en kaarten doen we vrijdags. Dat is goed. En de zorg, ik heb hier aan de kerk aan de overkant gezegd zondag, bid is voor de zorg van Schalkwijde, want die is goud waard. Kijk. En dat houdt mij toch wel, ja, als ik het een beetje depressief ben, dan helpt de aandacht. Helpt. De aandacht die je ook krijgt van de mensen die hier werken? Ja. Zo. Wat een compliment. Ja. Wilt u nog een oproepje doen voor een jonge vent? Die u een liefdesbrief stuurt, want daar zo begonnen we. Nou ja, ik vergeet elke keer de naam, de postbode. Dan zei ik gewoon voor de grap, als het aan de post had gebracht, heb je nou een liefdesbrief? Nee. En dan reed ze hier een keer en ik was buiten. Ik heb geen liefdesbrief, liep ze. Nou, dat vind ik zo leuk. Goed. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dank u wel. Wat is het vandaag wat we meemaken in Schalkwijde? Ja. Het ontmoetingsfestival inderdaad. Het is vandaag de start van de week tegen de eenzaamheid. En het leek eigenlijk ons iets te organiseren voor Haarlemmers. En zo kwamen we bij het idee om een festivaletje te organiseren. Voor mensen om samen te komen, te genieten. Er is nu bingo gaande. Er zijn hier leuke verkoopkraampjes met spullen. Ook informatiekraampjes. We hebben lekkere aerobics. Dus gewoon ook de leuke dingen. Aerobics? Ja. Waar? Bij de opening was ook een aerobics lesje. Inderdaad, konden mensen lekker eventjes sporten. Ja. En gewoon hier komen, een kopje koffie, een kopje thee drinken. En ook nog voor de kinderen springkus en sminken. En dat zijn alle leuke dingen. Maar aan de andere kant dachten we, vinden we het ook wel belangrijk om het over eenzaamheid te hebben. Eenzaam hoeft niet erg te zijn. Het is een onderdeel van het leven. Het is meer, denk ik, dat we het er meer over moeten hebben. En het kan een probleem worden als je heel lang eenzaam blijft, als het gewoon echt te lang duurt. Het is toch moeilijk om toe te geven, omdat het toch vooral een gevoel is, hè? Ja, en vooral gevoel. En voornamelijk wordt alleen gedacht van alleen ouderen zijn eenzaam. Terwijl iedereen kan wel eens eenzaam zijn. En dan hangt inderdaad gewoon nog veel schaamte omheen. Dankjewel, Magdalena. Yes, alsjeblieft. Bedankt dat jullie er waren.